Hey, welkom in deze nieuwe video van Polestar. We gaan eventjes een wandeling maken door de stad en we gaan eens even gewoon kijken. Ook nog een paar dingen binnenbrengen. Ja, we zien het wel. We zijn momenteel ook aan het filmen met de GoPro. Ik mocht even gebruiken van mijn broer en we zien wel hoe of wat. Loopt een katje rond. Ja, een katje. Hier zit ze. Ja. Schattig, Pien. Dat begrijp ik. Wij lopen hier nu zo in een parkje. Dat is heel ver van mijn huis. Dus hier altijd wel heel leuk om te lopen. Ook de mensen zijn echt altijd heel super en vriendelijk. Het is hier ook wel heel groen, dat je kunt zien. Dus het is super tof om hier te lopen. Dus we gaan richting de markt. Het is lang geleden dat ik heb gefilmd met een GoPro. Ik weet nog goed dat onze allereerste vlog is begonnen met een GoPro. En dan zijn we uiteindelijk overgestapt naar een grotere camera. Ja, zoals jullie wel weten, is die nog altijd. Nu hebben ze die nooit teruggevonden, dus ben ik nog altijd aan het sparen daarvoor. Dus wel heel leuk. Ik ben mij ook wel een klein beetje aan het testen, omdat hij in het zwembad had en nog een hoesje over. Maar nu ben ik eens benieuwd hoe dat in de buitenlicht is om ermee in te filmen. Hier de zon. Ja. De zon is echt helemaal naar onder aan het gaan momenteel. Het is wel mooi om te zien hoe de zon helemaal naar onder gaat. Ja. En het is echt heel mooie lucht hier. Dat je kan zien dat het echt al mooi is dat de zon naar beneden gaat. We zijn ondertussen aan het wandelen op de parklaan. Maar het valt eigenlijk al goed mee, want de zon is nog aanwezig, dus het is niet zo koud. Het is ook wel. Ja, mensen die zien ons altijd zo filmen, die denken, waar zit hier een apparaatje? Hè? Gelukkig is vloggen nu al meer bekender dan vroeger, want vroeger kenden mensen het helemaal niet. En dan lachten mensen helemaal. Maar ja, het is wel leuk. Weer al een ziekenwagen in de vlog. Ik denk elke keer als ik iets gevlogd heb, dat er wel iets passeert van een ziekenwagen of de brandweer. Vandaag was trouwens een leuke dag op school. We hebben leuke activiteiten gedaan. We hebben ook wel gespeeld met de kinderen. Het was echt super tof. We hebben schoenen gezocht. Dus ja, het was wel een leuke dag. Een heftige dag, maar een leuke dag. Ik werd dan zeer graag op dat schooltje. En ik wil echt super. En ja, ik doe dat heel graag, daar werken. Ik vind het jammer dat het schooljaar gedaan is, want ik zeg het, het was echt om mee samen te werken. Alle leerkrachten daar. Op de andere school moet ik nog één keer gaan werken. Daar vrijwilligers. En ja, dat is alles. En dan is het echt vakantie. Ik ben ondertussen ook een goed doel gestart. Voor mijn grote held Heidi. Dus ik ben op TikTok. En ik zal een link van haar PayPal hier ook onder zetten. Proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen. Om nog leuke activiteiten te doen. Zo lijkt als een ballonvlucht of zo te gaan. Of andere activiteiten, dus als u ja, wilt steunen, dan kan je dat doen door haar PayPal of gewoon door nou, op TikTok gifjes te komen geven. Dus ik heb ook al wat ballonnenvaarders gecontacteerd, maar die hebben nog niet gereageerd, dus ik wil. En ik neem het ook niet aan van iedereen, dus ik ga ook alles controleren. Dus ik ga ook naar die mensen bellen, zeker te zijn dat het de echte mensen zijn. Dus ik ben er druk mee bezig. Er zijn wel mensen in de live die zeggen ja, maar wij gaan dat wel oplossen. Maar ik vind dat is mijn project en ik wil het eigenlijk gewoon zo houden, mijn project. En gewoon op een eerlijke manier dat doen. Gewoon bellen aan die mensen, vragen wat kost het. En dan zeggen van kijk, het is voor die persoon, dat is aan de hand. Zo wil ik het eigenlijk aanpakken en dat zijn we momenteel aan het doen. Dus, maar voor de rest komt het helemaal goed. Dus goed weer. Zo, we zijn in de helft. Daar is de koekenmarkt. Waar de zon zo schijnt, ja, het is niet eens goed. Dus we zijn er bijna.
We hebben een go gehad voor onze vakantie, dus ik ben wel blij. Dus ik moet zeggen. Normaal zou ik in de middag al gegaan zijn, maar ja, ik moest dan werken op school. En ook ja, het is wat rustiger om te wandelen. Ik vind het heel leuk dat mensen allemaal aanspreken, daar heb ik allemaal geen problemen mee. Maar het is ons wel heel druk. Dus ik ga graag de volgende dag niet gaan. Hè. Het is gewoon een leuk om meer precies te wandelen. Maar deze zaak is al 22 jaar lang. Dus echt lang. Er staat zo, ja, ik denk een tent op de grote markt. Maar we zullen straks passeren, want we moeten eerst hierin. En dan kunnen we naar de grote markt gaan om eens te kijken wat er staat. Dat is eigenlijk, dat weet ik niet, dat staat op de markt. Dat is allemaal zie je. Ik denk dat ze hier barbecue dit weekend gaan houden. Ik dacht, ja, iets met hapjes. Ja, dat zal het zijn. Iets met hapjes, heb ik gelezen. Dat zijn ze nu aan het opbouwen. Dat zal het zijn waarschijnlijk. Ja, ik ben er niet altijd mee en zo van die dingen allemaal. Maar iets met hapjes volgens mij. Is het, denk ik, bijzik, hè. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het dat is. Het kan ook iets anders zijn. En gaan we nu langs de andere kant naar huis. Dus de lucht is echt zo heel mooi als je ziet. De lucht is echt prachtig. Bezig om alles te maken, dus ik kon ook zo spelletjes spelen zo met de koning en houden dingen. Die heb ik ook thuis staan, maar ik heb het nog niet veel kunnen spelen. Ja, ik zal maar alleen zijn en zo dan iets te klein worden om dat te snappen. Dus dat is het probleem soms wel een beetje, maar wel leuk. Voilà, we zijn echt aan het wandelen nu. Nu lopen we over de bijna over de regenboogdingen. Lopen we nu. Hallo. Ah, hier lopen allemaal chique mensen rond vandaag. We gaan, ja, je ging dat ik hier lopen ben nu. Echt tof. We passeren de ziekenhuizen, dat doet me altijd denken. Ik kom daar eigenlijk niet zo heel graag voorbij. Maar het is de enigste weg om naar huis te gaan. Ook om naar de kleine te brengen. Maar het doet me altijd denken aan ja, dat mijn moeder dat lag en zo'n ding allemaal. Het heeft ook wel herinneringen aan, maar ook zo slechte herinneringen. En soms doet dat wel een beetje pijn. Als dat we wel een beetje denken van, ah ja, dit en dat. En dan denk je erover na en zo. En ja, soms heb je daar nog wel heel moeilijk mee. Soms zou je ook niet altijd zien. Als je me ziet op de live of zo, als je komt tegen, weet ik alles wel vrolijk te doen. Maar ja, dat is nog altijd iets dat naakt en zo. We zijn ermee aan het werken met de psycholoog daaraan en zo. Dus, maar dat is toch wel altijd een heel moeilijk moment dat ze er zo passeert en zo. Ik denk er altijd over terug, ook als ik Enzo mee heb, want Enzo is ooit meegegaan naar de kankerafdeling. Ja, ik weet de naam niet zo goed precies ervan. En ja, dan denk je daar ook. Kijk eens hoe mooi de lucht is. Prachtig toch? Gewoon prachtig de lucht.